Ik had een zaak en die zaak die moest op last van de burgemeester moest dat gesloten worden. Ik heb toen overal hulp gezocht en Leefbaar Rotterdam die kwam bij mij langs om te kijken of ze mij konden helpen. Op een gegeven moment hebben ze me gevraagd of ik langs kon komen op het stadhuis en of ik lid wilde worden. Of het nou gaat over de islam, of het gaat over een woonvisie, of dan zeiden ze het is een fractiediscipline. En degene die de portefeuille heeft, die beslist wat we zeggen, wat we stemmen, ja of nee. En ik vond gewoon, ja, ze hebben me een kans gegeven, ik moet loyaal zijn. En ik stemde dan gewoon mee. Ik heb heel veel moties voorgestemd, terwijl ik nu bij mezelf denk, nee, dat had ik eigenlijk nooit moeten doen. De eerste keer toen ik met Nida in aanraking kwam, was toen ik Noordin hoorde debatteren. Je hoorde echt dat hij ging voor verbinding, alle Rotterdammers zijn één. En dat, ja, dat stond me wel, dat vond ik wel goed. Ik sluit me aan bij Nida om hun geluid van verbinding te versterken. Ja, we besloten na een aantal gesprekken in alle oprechtheid Mohamed Anfal politiek asiel te bieden. Maar ook niet alleen hem, maar zeker ook onze stad Rotterdam te verlossen. En ons te verzetten tegen het asociale beleid wat hier al 3,5 jaar is gevoerd in onze stad. En eigenlijk had Leefbaar Rotterdam dit wel kunnen zien aankomen. Als je zo inzet op verdeling en polarisatie, zo de verschillen benadrukt en problematiseert en marginaliseert en criminaliseert, ja, dan moet je niet opkijken dat die verdeling niet alleen maar in een stad, in de stad als Rotterdam, een vertolking krijgt, maar ook in je eigen fractie. Dat je ook mensen van je wegduwt. Ik heb wel eens een paar keer gezegd van, ik ben een moslim, moslims zijn niet allemaal slecht, maar dat moet ook gezegd te worden. Maar dat doen ze niet. Het is als ze horen van hey, ergens is iets gebeurd en de Marokkanen hebben het gedaan of Turk of et cetera, dan kijken ze alleen maar daarop en dan trekken ze ook gelijk iedereen over één kam. Je ziet hoe ze zijn, wat ze erover denken. Als je praat over islam, dan zeggen ze het is geen geloof, maar het is achterlijk. Ik heb 3,5 jaar heb ik loyaal meegedaan met Leefbaar Rotterdam en de grens voor mij bereikt en het moet nu echt anders. Het kan niet langer zo. En beter laat dan nooit. Ja, de politieke consequenties zijn wel immens. Je hebt gewoon een dekking, een meerderheid vanuit de raad nodig als dekking voor alles wat je wil besluiten. Nou, die meerderheid die hebben ze niet meer. We hopen dat we met NIDA niet alleen maar de stad en ons land inspireren, maar ook onze collega raadsleden. Het feit dat Mohamed Anfal deze overstap maakt, getuigt alleen maar van ja, hoe oprecht in feite hij ook wil gaan kijken naar welke kant moeten we met z'n allen op. En kennelijk ziet hij zichzelf ook gereflecteerd in NIDA. En ja, is dat natuurlijk iets wat je niet van tevoren kan bedenken, maar iets wat gewoon gebeurt. En ja, dat is best wel een waardevol iets.